dit is mijn Honda CB125 Twin. Ik heb deze gekocht, dat zijn de toermotor. Helemaal origineel. Heel dik zadel, overstuur, andere tank. Het zag er niet uit. Deze heb ik toen omgebouwd naar café racen. Ik heb hier heel veel aan gedaan. Heel veel uren zitten erin. Ik heb de originele zadel heb ik weggehaald. Ik heb een andere tank ervoor gekocht. Dit is de tank van Honda CB, nee, een EVG of een EV. Zadel heb ik gemaakt van polyester. Daar heb ik eerst een malletje voor gemaakt met de Oase schuimblokken. Die heb ik helemaal afgesneden, mooi rondgeschuurd in de vorm van mijn zadel. Toen heb ik die afgetaped en die is een vet. En daar overheen heb ik een polyester, zodat die makkelijk loskomt. Het zadeltje wat erop zit, dat heb ik van mijn originele zadel afgehaald. Het leer heb ik losgemaakt en ik heb een houten plankje gemaakt met daarop foam en dat heb ik omheen getrokken. Ik heb natuurlijk laag suzen gekocht en de clip-on bars. Verder heb ik een 2-in-1 uitlaat gemaakt. Origineel zaten er lang chrome pijpen op, tot helemaal achteraan. Die heb ik net voor de demper heb ik afgezaagd. Die heb ik naar elkaar toegebracht en aan elkaar gelast. En een megaton demper heb ik erop gezet voor een onwijs mooi en fel geluid. Schakelset gekocht, rem en schakelset. Die heb ik naar achter geplaatst voor een meer racer zithouding. Dit is een origineel blok, een 125 2-cilinder blok. 28 mm carburateurs. Alles is origineel, het is een 5-bak. Nu met deze vertanding met 17 voor en 45 achter heeft hij een top van 140. Even lekker smikkelen. Lekker hoor. 125 Ja toch?